Ik heb me officieel gebonden aan PSV voor 2 jaar. Dus ja, dat voelt heel fijn. Ja, we spraken elkaar volgens mij eind augustus op het veld daarachter. Toen was het helemaal aan het begin, hè? Je was je aan het oriënteren. Kun je vertellen hoe het afgelopen jaar er voor jou heeft uitgezien en waarom je de keuze hebt gemaakt om deze stap te zetten? Het afgelopen jaar heb ik het eerste halfseizoen heel veel bij de onder 13 meegelopen. Leuke lichting, veel gezien, veel ervaren, veel geleerd binnen de organisatie. Ik was hier 4 dagen per week en liep ik gewoon rond. Na de winterstop eigenlijk ook bij andere teams meegekeken, ook oudere leeftijden. En daaruit de keuze gemaakt dat de oudere leeftijden mij toch wel wat meer bevallen dan de jongeren. Omdat dat dichter bij mij staat qua tactiek en beleving. Nou ja, vandaar de keuze gemaakt. Ja, toen was het verhaal, je bent je aan het oriënteren over je toekomst. Hè? Ja, ja. Wat heeft de doorslag gegeven dat je sowieso het trainersvak in wilt? Ja, eigenlijk wist ik dat wel. Alleen wilde ik gewoon 1 jaar even afstand nemen. Om even los te komen van het voetbal. Altijd het ritme van de weekenden ook weg en dat soort dingen. Wat meer voor thuis ook. Wat meer vrijheid. En ja, nu ben ik er wel achter van, ja, jaren niks doen, dat past gewoon niet bij mij. Ik moet een doel hebben. Ja, en dan het liefst zo dicht mogelijk bij voetbal, bij het veld. En dan is trainer of assistent het dichtste waar je erbij kunt zijn. En ja, dat bevalt me gewoon heel goed. Ja, dus je hebt niet overwogen om iets heel anders te gaan doen? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het spel veel te leuk. Ja, en dan kun je eens vertellen hoe dat er vanaf komend seizoen uit gaat zien. Wat ga je precies doen? Ik word assistent bij de onder 17, dus ik ga Adil Ramzi assisteren. En ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben nu al bezig met die jongens om ze te trainen, voor zover dat mogelijk is. Want ja, je moet die 1,5 meter nog in acht nemen. Gelukkig volgende week wordt dat weer anders, hè? Dat hoorden we net op het nieuws, dus dat is mooi. Maar ja, dat bevalt gewoon heel goed. Die jongens zijn allemaal gretig en die willen graag, die hebben allemaal een bepaalde droom. Dus ja, dat is gewoon heel leuk werken. Ja, en wat gaat jouw rol precies zijn? Assistent? Ja, dat is voor de buitenwacht altijd van oké, een trainer heeft een assistent, maar wat gaat er precies gebeuren? Ja, nou, mijn rol is al gewoon, kijk, Adil bepaalt de lijn en ik zal daar hem in ontzien door trainingen op mee te nemen, door hem aan te vullen, veel met elkaar te overleggen over hoe wij bepaalde dingen zien. En dan gaan we daar gewoon mee aan de slag. Ja, waar kijk je het meest naar uit? Ja, gewoon om zo'n jaar te beleven. Ik kijk uit om met die trainingen op het veld te staan, om de wedstrijden, want dat had ik nog niet gedaan. De weekenden was ik nog altijd vrij. Om wedstrijden erbij te zijn, om met zo'n ploeg op pad te gaan, om er iets van te maken. Dat lijkt me heel leuk. Ja, dan zullen we niet te ver de toekomst in kijken, maar je hebt nu al een kijkje mogen nemen hier in de keuken bij PSV, bij verschillende teams. Ja, hoe zie je het vervolgtraject? Ja, voorlopig heb ik voor 2 jaar getekend hier bij de jeugdopleiding en daar kijk ik... Kijk ik naar uit en daarna zien we wel verder. Ik heb niet zoiets van ik moet dan en dan ergens zijn. Ik weet dat het trainersvak me bevalt, omdat ik het leuk vind om op het veld te staan. Ik vind het leuk om met jongens een bepaald proces in te gaan. En waar dat toe leidt, ja, dat zien we wel.